Welkom bij weer een nieuwe live bezichtiging van M2 Makelaars. Mijn naam is Rogier Voorzaat en ik sta hier in de Canariespenk, moet ik zeggen. 353, daar gaan we het over hebben. Echt een snoepje uit de trommel, moet ik zeggen. Je zou het in eerste instantie, nou ja goed, het is een hele leuke voorgevel, maar je ziet niet direct wat er achter verschuild zit. Dus ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties. Eerst even over de Canariespenk. Ja, dicht bij het winkelcentrum van Westerzicht, waar je eigenlijk alles vindt. Supermarkt, nou, school zit hier eigenlijk ook om de hoek. Strand op zo'n 10 minuten fietsen. Binnenstad zo'n 10 minuten fietsen. Dus gewoon lekker rustig wonen. Genoeg parkeerruimte, zowel aan de zijkant als aan de achterzijde. Dus je kunt ook via de achterkant naar binnen. En ja, doodlopend straatje, dus hoef je hier niet te zijn, dan kom je hier ook eigenlijk niet. We zijn hier bekend, daar hangt een ander bord van ons, maar die is al reeds verkocht. Dus ja, alle kansen voor deze hele mooie woning. Nou, het begint eigenlijk hier al, gewoon keurig netjes, alles zit goed in de verf. Het is allemaal gewoon netjes onderhouden. Het is geheel dubbele beglazing, deels met kunststof. Nou, hier zie je het houtwerk. En aan de achterzijde, nou ja, dat ga ik nog niet verklappen, want ik laat het liever zien. Er is heel wat gedaan en dat zien jullie eigenlijk al gelijk bij binnenkomst. Ja, het ziet er gewoon heel erg goed uit. Hier achter meterkast, de groepen zijn allemaal vervangen door de automaatjes, dus ziet er gewoon allemaal keurig netjes uit. Ja, en dan kom je hier in echt een heerlijk ruime woning binnen, met aan de voorzijde een hele gezellige zithoek. Er staat echt een royale bank staat er nu in. Dus ja, u ziet wat u met deze ruimte kan doen. Lekkere lichte laminaatvloer. Dat houdt de woning ook lekker licht. Ziet er gewoon keurig netjes uit. Genoeg ruimte voor een mooi televisiescherm. Het is echt een gezellige zithoek. En als u nou zegt van, goh ja, ik hou van koken, dat is toch wat mijn ding, lekker gezellig tafelen, lekker lang. Ja, dit is natuurlijk echt wat ik al zei, een snoepje uit de trommel. Spiksplinter nieuwe keuken, 2021 is deze gezet. Ja, van alle gemakken voorzien. Downdraft systeem in de kookplaat, inductie uiteraard. Dus bent u aan het koken, gaat het hier gelijk allemaal in. Dus dat ziet er echt goed uit. Ziet er keurig netjes uit. Vaatwasser, oven, hele grote koelkast. Die gaat echt van hier tot helemaal onder. Wijnkoeler, dus voor de wijnliefhebber. Helemaal fantastisch, genoeg opbergruimte. Ja, je kunt zich voorstellen als je hier staat te koken. Vrienden die lekker daar een wijntje aan het drinken zijn bijvoorbeeld. Of familie, ja, je bent er altijd lekker bij. Dus het is een hele gezellige ruimte. Heel mooi gedaan. En dit kan eigenlijk alleen doordat zij hier een uitbouw hebben gezet. Want normaliter stopt hier, ja, je ziet het een klein beetje, heb je hier gewoon de buitengevel. Dus het is zo'n 2,5 meter is er aangekomen. En daardoor heb je natuurlijk genoeg ruimte om hier een echt royale eetkamertafel kwijt te kunnen. En is dit een hele mooie, gezellige ruimte geworden. En samen met de met het zitgedeelte aan de voorzijde. Echt een lekkere ruimte. Heel goed gedaan ook. Flinke schuifpui. Dus in de zomermaanden zet hem lekker open. Ja, dan kan je binnen met buiten natuurlijk super goed combineren. Ja, dan kom je gewoon in een keurig nette tuin. Gewoon leuk. Wat ruimte voor een zithoekje. Hier hebben we de berging. Nou, die laat ik even dicht, want die wordt goed als berging gebruikt momenteel. Genoeg ruimte voor wat fietsen in te stallen enzovoort. Elektra zit erin, is gewoon prima. Achterom, hierachter zit de parkeerplaats, dus je hebt best wel wat privacy. Je hebt niet gelijk inkijk vanuit de achterzijde. Nou, schuttingen zijn ook vernieuwd, je ziet het aan het hout. Dat staat ook echt nog maar net. En als we ons even omdraaien, dan ziet u ook gelijk het geheel van de andere kant. Nou, de hele uitbouw is opgetrokken uit kerelietdelen. Dus lekker onderhoudsvrij. Kunststofkozijnen, zowel boven als hier beneden. Rolluiken hierachter, dus ook voor de zon. Gewoon lekker naar beneden 's avonds. Perfect.
ook als je zo binnenkomt lopen, ja, je merkt gewoon dat er een enorme ruimte bijgekomen is. Waardoor je dus zo'n mooie keuken kan plaatsen. Ook leuk, de deuren zijn ook vervangen allemaal. Nou, hier het toilet. Keurig netjes. Laminaat loopt allemaal mooi door. Nou, hierboven beginnen we even aan de achterzijde bij de oude slaapkamer. Mooie oude slaapkamer, genoeg ruimte. Ziet er goed, tweepersoonsbed, past er goed in. Nou, hier prima ruimte voor een kast. Zou je zelfs een vaste kastruimte van kunnen maken. Want hier kan je mooi zo'n schuifdeur kwijt natuurlijk. Hierboven zit nog een zolder. Die loopt van rechts naar links over de breedte. Genoeg ruimte om wat dozen en lekker wat bergruimte. Is verder onafgewerkte ruimte, dus puur bergruimte. Dit zit er normaliter ook niet. En dat heeft te maken dat zij de badkamer vergroot hebben. En daardoor krijg je dus een badkamer waar je een bad in kwijt kan. Mooi badkamermeubel, netjes betegeld. Maar ook nog een toilet. En daarnaast ook nog eens een douche. Dat is gewoon keurig netjes. En over het bad gesproken, zoals dat u kunt zien. Dat is ook een bad met jacuzzi functie. Dus wilt u ontspannen? Ja, het kan eigenlijk allemaal in deze woning. Drie slaapkamers. Nou, hier één van de drie. Nummer twee eigenlijk. Fleurig geheel, mag ik wel zeggen. Ziet er hartstikke leuk uit. Zegt u, ik wil het wat sterieler. Dan kan dat natuurlijk. Het is gewoon behang, kan er eventueel ook af. Maar ik vind het leuk, ik vind het mooi. Ook hier gewoon een keurig nette kamer. Lekker ruim. Past zelfs nog wel een tweepersoonsbed ook in. Ook hier wat kastruimte. Wat nu overigens fungeert als... geen kastruimte, maar als wasruimte. Dus ook netjes gewoon weggewerkt. Gewoon helemaal prima. Lekker veel lichtinval door de dakvensters enzovoorts. Nou, heeft u kinderen die wat jonger zijn, hoeft u niet meer aan een traphekje te denken, want die is ingebouwd hier. Vloer is volledig van beton, is volledig ook geïsoleerd. Is gewoon keurig netjes ook allemaal. En wat ik al zei, volledig dubbele beglazing. Dit is de woning aan de Canariesprenk 353 in Vlissingen. Heeft u interesse in deze prachtige woning? Neem dan zeker even contact op met M2 Makelaars. Dan leid ik u graag in het echt rond. Vindt u dit nou leuk en heeft u verkoopplannen? Neem dan ook zeker even contact op. Dan komen we graag vrijblijvend langs voor een verkoopadvies. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken en ik hoop tot ziens.